Dames en heren, erg leuk dat jullie kijken naar Budget Food. En vandaag ga ik een beetje budget eten maken. Wat gaan we doen? Gaan we een eitje koken. Mijn doos is al redelijk heet, maar goed. We gaan gewoon een eitje koken. Door een eitje. Ja. Kijk. Als je niet weet hoe een ei eruit ziet, zo ziet een ei er dus uit. We gaan een beetje salade snijden. En ik heb hier ook een stuk tomaat dat ik al gebruikt heb. Dat gaan we ook snijden. We gaan ook een keer kijken in mijn koelkast. Ja, zoals jullie zien, dames en heren, mijn koelkast is lekker goed vervuld. En wat heb ik nodig? Dat is dit hier. Prachtig. Ah ja, leuk weetje. Kijk, dames en heren, ja, je kan het niet zien, maar dat komt van de Lidl. Je hebt nu ook Lidl Plus. Handig. Ik ga mijn kip opeten, geloof ik. Water op. Lidl Plus, dat is mijn zo'n app. En er komen daar af en toe wel wat mooie kortingen op. Zoals er laatst de kip in korting. En dan krijg je nog zo gratis zulke patatjes erbij. Zo, deze. Dus dat is echt wel een goede deal. Want ja, je moet geen patatten kopen dan. Je krijgt die gewoon gratis 2 kilo. Dus dat is echt wel goed. Ik heb een keer om groenten geweest bij de lokale boer. En ja, ik moet zeggen, het ziet er mooi uit. Het is wel hoog tijd om het op te eten, dat wel. Maar dat heb je wel met deze salade. Ijsbergsla, die gaat een beetje langer mee. Maar het is wel lekker. Het water kookt. We gaan er nu een eitje in doen. Yeah. Daar gaan ze. Dat maar lekker koken. We gaan een eitje ongeveer 10 minuutjes koken. Dat is ideaal. Je weet, ik heb hier een wekker. Dat is handig. En voilà, daar gaan ze. Ik heb hier ondertussen wat salade geplukt. Ja, een beetje veel. Maar dat is niet erg, vind dat lekker. Er zit al veel water in, dus dat is goed. Dit kun je eigenlijk ook wel nog opeten, maar dat is eigenlijk niet zo lekker. De tomaat, die doen we identiek op dezelfde manier. Ja, toch ongeveer. Gewoon in blokjes snijden, iedereen weet wel wat je dat moet doen. Lekker, lekker, lekker. Gewoon een beetje mengen. Meer moet dat niet zijn. Lekker slaatje. 10 minuten later en het eitje is klaar. En nu gaan we het eitje afkoelen. En wat er ook gemakkelijk is, de ultieme tip. Dus een hardgekookt eitje. Het is best van al om die al een beetje te breken. Als je hem laat afkoelen. Voilà, dat was mijn wekker. Mijn timer. Want zo gaan die het best van al om eetjes te pellen. Voilà, perfect. Goed, dames en heren. Ik heb hier ook nog een mega kast met van alles erin. En hier ergens zit er ook een blikje tonijn. En we gaan hier gewoon een beetje tonijnsalade maken. Wat er ook altijd lekker is bij tonijnsalade en andere salades, dat is een uitje. Voilà. En zo ziet dat er dan uit. Een uitje erin. We gaan de rest gewoon bij de salade doen. Is altijd lekker. En nu is het tijd om het uitje te pellen. Here we go. Daarom zeg ik net, gewoon je uitje al kapot maken in het water en dat telt heel gemakkelijk. Zo. En om te bewijzen dat het eitje in orde is, kijk, voilà, zo ziet het eitje eruit. We gaan het blikje tonijn openen en hier bij mijn uitjes en eitjes doen. Zit er altijd een beetje water in, wat gaan we dan mee doen met dat water? Gewoon weg doen. Kijk. Ik vind dat niet lekker, dat water. Dus dat doen we weg. Een beetje kruiden erbij. Het is nog maar een nieuwe pot. Al niet te veel. Toch goed genoeg. Voilà. En een beetje mayonaise erbij. En nu is het gewoon een kwestie van te roeren in de pot. En wat dat er ook lekker is bij tonijnsalade, is een beetje curry en gemalen peper. Gaan we er nu een beetje bij doen. Zo maak je het een beetje pittiger. En dat is lekker. En uiteraard, kruiden naar uw eigen zin eigenlijk. Ik heb er voldoende mee gedaan. Ik vind het lekker. Ik
ga dat nu opeten samen met mijn salade. De ultieme serveertip is natuurlijk op een toastje. Maar ik ga het gewoon tussen een boterhammetje doen. En dan lekker opeten samen met mijn kipsalade. En dan heb ik een gezonde avondmaal gehad. Al ja, behalve met die mayonaise. Dames en heren, mijn slaatje. Hier heb je mijn tonijnsalade. Lekker. Hier heb ik nog een overschotje. Kip Hawaii. Ik vind het echt mega lekker. En een stukje erbij. Alright. Kijk, de stukjes. Hier komen ze. Lekker, 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 dames en heren. We gaan smeren als beren. Een beetje tonijnsalade erop. Een beetje slaanmengeling erop. Zo. Lekker, lekker, lekker. We gaan dit hier toeklappen. Lekker, lekker, lekker. Ziet er zo uit. We gaan lekker eten. Lekker. Ja. Voilà. Dames en heren. Dat is mijn broodje. Met vers gemaakte tonijnsalade. Ja. Dit hier, dit moet ik gewoon niet zeggen. Dit is mega lekker. Ik koop het in de Lidl. Ik vind het mega lekker. En ja. Ik kan het toch een keer open doen. Zie je. Dit is de structuur. Lekker vast. En wat zit er daarin? Cocktailsaus. Kip. En ananas. Ik vind het echt de max. Echt waar. Dames en heren. Smakelijk. En uiteraard bedankt voor het kijken naar deze budgetfood video en graag tot een volgende keer maar weer. Vergeet jullie niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en mij te volgen op de social media. Ik heb hier ergens al hangen. En haal ook een keer kijken op mijn YouTube kanaal Mr. Theme Park Fans. Altijd interessant voor leuke pretparkweetjes. Dus bij deze dames en heren, graag tot een volgende keer maar weer. Daag!